Wereldwijd maakt de film Quo Vadis Aida al grote indruk. Zondag dingt de film mee naar een Oscar voor beste buitenlandse film. De film gaat over de laatste 3 dagen voor de val van Srebrenica in 1995. Over de rol van Dutchbat, maar vooral over het gruwelijke lot van de Bosnische vluchtelingen. En over Aida, een vrouw die als tolk werkte voor de Dutchbatters en wanhopig haar man en 2 zoons probeert te redden uit handen van de Serviërs. As I said, they have been issued an ultimatum. Aircrafts are on standby and ready to launch an attack on all positions held by the Republika Srpska Army. Evo nas 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Poklanjamo srpskom narodu ovaj grad. Ljudi, baza je puna. Niko više ne može ući u bazu. Edmund, izvidio moje. Darik, izvidio moje. You come forward. Nema potrebe da ginuš. Ni vaš muž, ni vaša braća, ni vaši komši. Jedinu funu. Mi smo civili. Pa s kim ratujemo 4 godine, jebem vam majku, vam jebem. S kim? Sve civili. This is the office of military observers. It's not a place for civilians. The Serbs are inside the base fully armed. Please, put my family on the list. If I add their names, I'll be jeopardizing the safety of all those with UN identity cards. Samo bez panike I propuste malu djecu i žene. Mi smo plan napravio davno. Ljudi idu tamo gdje je bezbjedno, to smo se dogovorili. Zeiden dat we de servers niet moesten opnaaien. Start leaving the base in an orderly fashion. What is the point of having an ultimatum if you don't deliver? Colonel Karamans. Bij ons Alma Mustavic, overlevende van Srebrenica. Jij was 14 jaar tijdens de val. En jouw vader is een van de ruim 8000 mannen die in die tijd vermoord werd. En ook Remco de Bruyne is bij ons te gast, Dutchbat-soldaat daar destijds. En jij was toen 20 jaar. Beide van harte welkom. Ja, 11 juli 1995 was natuurlijk die dag, de val van Srebrenica. En elk jaar is er een herdenkingsdag. En daar hebben jullie elkaar ook ontmoet en na die tijd altijd contact gehouden. Hoe was eigenlijk die eerste ontmoeting voor jou, Alma, met een Dutchbatter? Kijk, die herdenking is hier in Nederland, is 11 juli elk jaar op het plein. En daar kwamen elk jaar best wel veel Dutchbatters op af. Alleen in het begin stonden ze echt ergens achterin. En op een gegeven moment denk je, oké, die heb ik een paar keer gezien. Dan loop je naar ze toe, dan vraag je van, goh, wie zijn jullie? Wat doen jullie hier? En dan langzaam maar zeker kwamen ze los en dan zeiden ze, ja, maar wij zijn van Dutchbat en wij willen dit heel graag met jullie herdenken. Alleen ze wisten ook zelf niet hoe of we daar wel of niet op zaten te wachten. Nou, volgens mij zijn jullie wel met open armen ontvangen. Want jullie zaten daar wel op te wachten. Dat is wat we heel graag willen doen, dat we Srebrenica iets van ons allemaal maken. Het is niet iets alleen van ons Bosniërs, hè? Weet je, er wonen in Nederland meer dan 60.000 Bosniërs. Meer dan 800 Dutchbatters, denk ik, en hun families. Wij zijn altijd verbonden vanwege wat zich in Srebrenica heeft afgespeeld. Maar voelde jij je welkom, Remco, op die bijeenkomst? Want ik kan me voorstellen dat je daar toch inderdaad een beetje, ja, het is veel gebeurd natuurlijk, laten we het vaststellen. Was je welkom? Eigenlijk in het begin was het meer vanuit respect, omdat het beeld in Nederland is natuurlijk vanuit de pers en de politiek dat zodra er iets over Srebrenica wordt geroepen, dan wordt Dutchbat als eerste uitgenodigd. Wat natuurlijk raar is, want wij zijn maar een onderdeel geweest van de val van de enclave. Dus de hoofdzaak zou moeten gaan over de nabestaanden en de slachtoffers. Maar goed, dat is de afgelopen 25 jaar niet zo geweest. En dus wij waren wel aanwezig bij die herdenking, maar uit respect eigenlijk meer voor de nabestaanden en de slachtoffers hebben wij ons juist op de achtergrond gehouden. Ja. En hoe was het dan om voor het eerst met elkaar te praten? Nou, ik denk voor beide partijen heel goed. Ja. Omdat de laatste keer met de herdenking hadden wij natuurlijk de documentaire natuurlijk gemaakt, waar ik zelf ook aan meegewerkt heb. Oeverbraak. Ja, en tot mijn verbazing waren er heel veel jongeren eigenlijk, dus tweede generatie praat je dan over, die echt geïnteresseerd waren en ook echt gesprekken met je aanging en selfies met je wilde nemen. Dat is natuurlijk ook hip tegenwoordig, geloof ik. Ja. Dus ja. En nou ja, Koen Verbraak heeft natuurlijk die indringende serie gemaakt. Nu deze film ook indringend. Ja. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Nou, ik moet eerlijk zijn, in het begin
als het over Srebrenica gaat, dan zal elke gemiddelde Dutchbatter zich heel verdedigend opstellen. Dus in het begin vond ik het niet zo'n goede film. Er is ook altijd veel kritiek geweest, hè? Dat is bij jullie altijd hard aangekomen. Ja, maar dat zeg ik, je eerste reactie is verdediging. En dat komt gewoon door de afgelopen 25 jaar hoe de pers daarmee om is gegaan. Dus dat is je eerste reactie. Maar goed, de film gaat niet over Dutchbat. Dus goede film? Ja. Uiteindelijk wel. Ja, want het gaat over een genocide die plaats heeft gevonden nog geen 25 jaar geleden hier in Europa. Nee. En ik snap dat dat een heel moeilijk onderwerp is om sowieso te maken als filmmaker. En ja, dat heeft natuurlijk allerlei kanttekeningen. Daar heeft iedereen natuurlijk allerlei perspectieven en kritiek op. Maar ik denk, uiteindelijk draait het daarom. Ja, om inderdaad Alma en haar familie. Want jij zat daar met je moeder, je vader, zusje en broertje in de compound, hè? De film gaat dus eigenlijk over hoe het voor jullie was. Komt het in de buurt? Want dit zijn je moeder? Ja, dat is mijn vader, mijn moeder, mijn broer, ik en mijn zusje inderdaad. Eerste foto met compleet gezin en tevens ook de laatste foto. En die is ook door Dutchbat soldaten toen er tijd gemaakt. Want die kwamen wel eens bij jullie thuis? Die kwamen heel vaak bij ons thuis. Die relatie was heel goed. Mijn vader werkte ook voor Dutchbat 1, 2 en 3. Ja. Ja, ik ben de vraag even kwijt. Nee, dus uiteindelijk... Inderdaad, in hoeverre is het vergelijking met drie dagen tot de val. Ja. En we zien voornamelijk wat er zich allemaal op de compound afspeelt. Ja. Komt dat in de buurt van hoe het was? Kijk, die film... het komt nooit echt in de buurt van hoe wij dat beleefd hebben. De angst en de wreedheden die wij hebben meegemaakt... die laat film niet zien. Dus in dat opzicht, het komt niet eens in de buurt van. Maar misschien is het juist de kracht van zo'n film. Want het nodigt wel uit om te gaan kijken en te beseffen wat zich daar heeft afgespeeld. En wat zich daar heeft afgespeeld is een genocide. En dat is vaak wat we hier in Nederland niet beseffen. Het is inderdaad, het gaat altijd over een Nederlands perspectief. Hoe kijken wij naar, wat was onze rol daarin? Maar dat was een heel klein rol, een belangrijke rol, maar dan het moet niet alleen maar daarover gaan. Het moet gaan over groot plaatje, inderdaad. En natuurlijk dacht ik ook van, ja, maar ik mis contexten. Daar zat ik enorm mee. Ook jullie perspectief, zeg. Inderdaad, want als jullie dan gaan kijken, snappen jullie wel dat daar echt een genocide plaats heeft gevonden. Wat we missen aanloop, we missen... Srebrenica is geen incident. Srebrenica is eindstation wat zich 3 jaar lang in heel Bosnië heeft afgespeeld. Dus het is begonnen aan de andere kant van Bosnië, in Prijedor met concentratiekampen. Iedereen was al in Visegrad, met verkrachtingskampen. Door heel Oost-Bosnië werden mensen 3 jaar lang verdreven. Etnische zuiveringen. Patroon was altijd hetzelfde. Ja. Mannen worden vermoord, vrouwen worden verkracht. Een paar laat je leven, zodat ze kunnen vluchten naar de volgende dorp. Nou, als die naar de volgende dorp komen, dan kun je je voorstellen wat die mensen doen. Ja. Dus we krijgen... is daarover, sorry dat ik je even onderbreek, maar er is een scène waar je vertelt er nu al iets maar over. Maar ik wil deze wel even afmaken, omdat we hebben het nu even, waar gaat de film niet over? Dus wij snappen niet hoe die 40.000 vluchtelingen in Srebrenica zitten. Dat zijn niet mensen uit Srebrenica, dat zijn mensen uit de regio wat even groot is als Gelderland, Utrecht en Brabant bij elkaar. Ja. Van 3 jaar lang etnische zuiveringen. Wij weten niet wat ze daar 3 jaar lang hebben meegemaakt, dat ze dagelijks beschoten worden, dat ze geen eten hebben, geen elektriciteit, niks. En dan valt de Srebrenica. En dan gaat die film over die 2 dagen. Hoe wij ons op die compound bevonden hebben. De film gaat ook niet over een hele grote lading mensen die buiten compound om, dus via bossen vrij territorium probeert te bereiken. En de film gaat ook niet over de mensen die buiten de compound waren. Dat zie je allemaal niet. Je ziet alleen dus wat zich binnen de compound afspeelt en hoe mensen wanhopig, want dat is op die genoeg, lijst proberen gezegd te komen. Ja. En mijn vader, die zit op die lijst. Ja. Die lijst betekent je leven. Wij weten heel goed wat ons staat te wachten. Want we hebben het al meegemaakt in 92, 93. Ja. En je weet, als je op de lijst staat, dan blijf je leven. Als je niet op de lijst staat, is dat je dood. En Karmans en Franke in dit geval, die kunnen dat verschil maken. Ze kunnen 1 leven redden. Ja. Ze weten wat consequenties daarvan zijn. En toch
besluiten ze om die mensen van de kompant weg te sturen. Even naar jou, Remco. Je hebt volgens mij de film ook met je moeder bekeken. Ja. Jij was 20 toen. Ja. Hoe kijk je met je moeder naar zo'n film? Ben ik toch benieuwd naar. In eerste instantie was ze heel gefrustreerd. Omdat, net zoals Alma het al uitlegt... Ik bedoel, de val van Enclave heeft natuurlijk 16 dagen geduurd. En dit zijn geloof ik 3 dagen die ze eruit lichten. De Enclave is natuurlijk 30 vierkante kilometer groot. En we praten alleen over de Seine Compound. Dus in die context, als je dat moet zien, dan wordt het heel frustrerend. En, maar jouw moeder, wat zei? Ja, ze was echt... Ze zat echt op de duur van... doe nou wat, ga nou wat doen. Waarom doen ze niks? Weet je, echt zo... Ja, maar dat was gewoon die periode daar. Weet je? Ik bedoel, we deden wel wat, maar dat is buiten de compound... en dat zie je niet terug in de film. Nee, maar je voelt als kijker die machteloosheid. Ja, die machteloosheid en die druk. En dat je denkt, van waarom doen al die blauwhelmen niks? Weet je? En dat is op zich ook helemaal niet verkeerd. Want dat zet ook aan tot nadenken van, oké, maar deden ze dan ook echt niks? En dan hoop ik ook dat mensen meer onderzoek gaan doen. Hè? Dus gaan googlen van, oké, wat is dat? Wat was dat daar dan precies? En dat ze daaruit meer gaan leren over wat er in zijn totaliteit heeft plaatsgevonden. En die hebben één scène, we hebben je al gevraagd, wat is een scène? Dat is een scène waarbij het gaat over het scheiden van de mannen en de vrouwen. En we weten wat er met de mannen gebeurt. En jij beschreef het ook, als het om verkrachtingen gaat, met de vrouwen vaak gebeurde. Een scène waarbij een jongen verkleed als vrouw uit de rijen van de vrouwen wordt gehaald. Waarom deze scène, Remco? Nou, daar had ik het meeste moeite mee, omdat ik in eerste instantie ging... Nou, ik zei dat is nooit gebeurd. Dat was mijn eerste... Die medeplichtigheid van Dutch Peters. Nou ja, ik had in eerste instantie ook weer dat verdedigingsmechanisme... van waarom zou je zoiets in een film stoppen als het niet gebeurd is? Dus wil je daarmee Dutch Peters zwart maken? Of wordt het een soort... Moet ik het in een ander perspectief zien van het Jezus-Judas-verhaal? Maar het was wel gebeurd. Ik heb het nagezocht. Ja. Ik heb het echt uit moeten zoeken. Maar ik bedoel, en wat vond je? In onze club zelf was het niet bekend. Dus dat kan 2 dingen betekenen. Of de desbetreffende persoon... er is een heel hoog zelfmoordpercentage geweest. Vooral in het begin, 96, 97. Onder Dutch Peters. Ja, dus of de persoon leeft niet meer. Dat daardoor het verhaal niet naar buiten is gekomen. Of het is niet gebeurd. En daardoor heb je het verhaal ook nooit gehoord. En wat doet het met je dat het wel is gebeurd? Nou ja, kijk, weet je, zowel de nabestaanden als wij vinden dat zeker in het perspectief van alles wat er natuurlijk over Srebrenica en over Dutchbed en over de nabestaanden is geschreven. Ik vind dat waarheid boven alles moet prevaleren. En als de waarheid dan negatief uitpakt voor ons in dit geval, moet je wel mans genoeg zijn om dat ook naar buiten te brengen. Ja. Alma, jij wilde ook een scène laten zien. Sorry dat ik je net daar even voor onderbrak. Maar je vertelde daar al iets over. Mm-hmm. Over wat er. Hè, we denken altijd maar dat het de mannen is overkomen. Die ruim 8000 mannen die zijn vermoord. Maar er gebeurde ook veel met de vrouwen. Bićete bezbedno prebačeni do kladnja. Poklanjam vam život. Sve vam opraštam. Želim vam sretan put. Žao mi je što je do ovoga došlo. Ali krivi su neki među vama. Ja ne. Želim vam sreću i da više ne ratujemo. Srećno, deco, rastite u miru. Waarom wilde je deze scène laten zien? Wederom die context die vaak ontbreekt. Een gemiddelde kijker zal het verhaal hierachter niet gelijk inzien. Nee. En dat is lot van vrouwen, inderdaad. Ja. We hebben het hier, als we het hier in Nederland hebben, dan hebben we het altijd over 8000 vermoorde moslimmannen. En daaruit maak ik op dat we eigenlijk nooit begrepen hebben wat zich in Srebrenica heeft voltrokken.
Weet je, een genocide pleeg je niet op mannen alleen. Genocide pleeg je op een bevolkingsgroep. En alleen dat je behoort tot een bepaalde bevolkingsgroep, dat is de reden dat je moet verdwijnen. Dus mannen zijn inderdaad vermoord, maar vrouwen die zijn in grote getale verkracht. Dus om die reden wilde ik het even laten zien. En los daarvan, waar we het ook vaak niet over hebben, is bijvoorbeeld culturele erfgoed. Alles wat ooit deed denken aan die bevolkingsgroep is met de grond gelijk gemaakt, alsof we nooit bestaan hebben. Nog even over de film. Je vertelde toen we voor de uitzending even zaten te praten dat de hoofdrolspeelster die de vertaalster speelt, een fantastische rol trouwens, is een Servische. Ja. En Serviërs worden van deel de Bosniërs gespeeld. Ja. Dat is curieus. Is dat een teken van hoop dat die samenwerking mogelijk is? Dat het broodnodig was. Zo'n rol moet je juist door iemand anders laten spelen, zodat hij zich kan inleven en pijn van een andere perspectief bekijken. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat die vrouw niet meer naar Servië mag. Zij wordt met de dood bedreigd. De actrice wordt bedreigd. Ze wordt met de dood bedreigd omdat zij op deze manier genocide erkent. En dat zijn ook een van die zaken. Doordat we continu focus hebben op Dutchpet. En nogmaals, niet dat het niet belangrijk is, maar dan vergeten we waar gaat het nu echt om. Genocide is nooit opgehouden, weet je. Mensen worden daar nog steeds bedreigd. Mensen worden nog steeds vernederd. Op de verjaardagen zingen ze liedjes waarin ze genocide verheerlijken. Overal op straat kom je tekeningen van oorlogsmisdadigers. Mladic. Ja, nou ja, inderdaad, dit soort beelden. Dus wij leven genocide nog steeds. Het is niet 25 of 26 jaar terug, het is nu. En vorige week bijvoorbeeld zijn er ook weer geluiden uitgelekt, waardoor men rechts en linksom toch Bosnië weer probeert te scheiden en zich daarin te mengen. En ik denk dat we meer aandacht daarvoor moeten hebben. We hebben die mensen toentertijd in steek gelaten, maar we kunnen nu wel wat daaraan doen. We hebben een burgemeester in Srebrenica, nota bene, die genocide keihard ontkent. Ja. Stel je voor, ik wil even een vergelijking maken, dat we in Auschwitz een burgemeester hebben die Holocaust ontkent. Zouden we dan hier zo rustig zitten? Nee. Vreselijk. Waarschijnlijk. En is dat dan tot slot nog heel kort eventjes het belang van de film, dat het toch dit verhaal weer onder de aandacht wordt gebracht en dat dit we daarover blijven praten? Dit is een historisch moment. Dit is voor het eerste keer in 26 jaar dat een filmmaker, theatermaker bedacht heeft, laten we eens een film maken vanuit perspectief van genocide slachtoffers. Van een genocide die 25 jaar terug gebeurd is. Weet je, in 40 zeiden we nooit meer. We hebben al die instellingen in het leven geroepen om dit nooit meer te laten gebeuren. En we hebben dat laten gebeuren. Niet ondertussen in het oog van Dutchpet mensen. Nee, ondertussen in het oog van de hele wereld. En we willen daar niks van leren. Dus om die reden is deze film, die hebben we allemaal nodig. Niet alleen Bosniërs, die hebben Nederlanders misschien harder nodig dan Bosniërs. Eens, Remco? Ja. Mooi. Ja. Een aanwinst in het gesprek over Srebrenica. Ja, ik denk dat, als ik hoop dat de film wat Schindler's List zeg maar gedaan heeft voor de Holocaust, dat deze film dat gaat doen voor Srebrenica. Dat zou heel mooi zijn. En dat vele makers zo'n voorbeeld volgen. Ja. Dank jullie zeer. Ja. Quo Vadis, Aida is deze week nog te zien via het online filmfestival Movies That Matter. En vanaf 16 juni ook in de bioscoop.